Goedendag, ik kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland liggen en uit die bewolking valt op zee stevige regen. Dat gebied met regen trekt van noordwest langzaam het land binnen, maar het zuidoosten houdt het vanochtend nog droog. Tijdens de zwaarste buien kan het ook een enkele keer omweren. Vanochtend is het nog frisjes, graad af 13, en vanmiddag wordt het eigenlijk niet heel veel warmer, met een gemiddelde zo'n 16 graden. De buien bedekken dan het hele land, maar af en toe breekt ook de zon even door. De wind draait geleidelijk naar west tot noordwest en wordt aan zee krachtig in kracht 6. Vanavond trekken de buien geleidelijk weg, maar in de nacht wordt het pas op de meeste plaatsen droog. Morgen hebben we dan totaal ander weer. De wind waait nog wel uit westelijke richting, is af en toe stevig. Maar met 17 of 18 graden en droge en zonnige periode is het toch een hele aardige dag. Vrijdag neemt de kans op een bui weer toe, vooral in de noordelijke helft van het land. Zaterdag en zondag verlopen waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. De wind neemt af. De temperatuur gaat weer omhoog. In het weekend is het ongeveer 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.